Weet wat er speelt in jouw omgeving. Het nieuws uit Den Bosch en omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine. We staan hier op de Zuiderparkweg. En het is het tweede jaar dat we hier aanwezig zijn voor de herdenking bij het Indië Monument. De 37 Bossenaren die tijdens de oorlogsjaren zijn gevallen in de Oost, om het zo maar te zeggen. Nou, er zijn vandaag een aantal belangrijke mensen aanwezig, waaronder Marco Kroon. De Willemsorde draagt en die gaat de opening verzorgen hier om 11 uur 's ochtends. We gaan natuurlijk ook nog even spreken met de organisatie en we gaan kijken hoe vandaag de herdenking zal plaatsvinden. En er worden ook een aantal mensen geëerd, postuum, maar wel geëerd. Weet wat er speelt in jouw omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine. Jeroen, de jaarlijkse herdenking. Je bent hartstikke druk. Ik heb je echt aan je jasje moeten trekken. Ja. Toch weer een bijzonder moment. Maar ook een verdrietig moment. Want het is wederom dat een onverlaat hier heel veel plaatjes van namen heeft weggehaald. Ja, klopt. Het is schandalig voor woorden. Maar dat schijnt in deze tijd niet tegen te houden kunnen worden. Ja, het is niet te geloven. Maar goed. Ja. Ik wil bijna zeggen, het is jammer dat de plaatjes niet zijn, maar dat weerhoudt jullie niet om in jullie harten 37 Bossenaren te herdenken die gesneuveld zijn in de Oost. Ja, absoluut. We gaan gewoon door. De gemeente heeft toezegging gedaan, die hebben al contact gehad met de kunstenares, dat het sowieso gerestaureerd gaat worden. Maar ja, helaas niet op tijd. Wat gaat er vandaag gebeuren, Jeroen? En wat ik ook belangrijk vind, waarom is het qua tijdstip weg van bijvoorbeeld de herdenking die in Den Haag was of bijvoorbeeld op de Grevelingen? Wij hebben dit monument geadopteerd als Stichting Oude Stomp. En we hebben de laatste zaterdag van augustus, toch de maand augustus voor einde Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En om niet de Grevelingen en de Indië-herdenking in Den Haag in de weg te zetten. Mag ik dan zeggen, gewoon als iemand die op een afstandje staat te kijken, dat als ik kijk naar de gemeente Zetten-Gembos, dat alles op een hoop gegooid wordt qua herdenking. Dus als we de 4 en 5 mei dagen, dan is het die augustus er heel ver vandaan. En toch moet je dan maar op die dagen herdenken. Dat klopt dan toch niet? Ja, de gemeente Den Bosch heeft de policy als een monument afgestaan wordt door een stichting of een vereniging, dat alles op 4 mei herdacht gaat worden. Wij vonden dat niet en wij hebben gezegd wij gaan gewoon door met de herdenking in augustus. Ja, want destijds is in augustus Indonesië bevrijd. Ja, dat is de capitulatie van Japan en die maand is heilige maand voor degenen die daar iets mee hebben. Nou, vandaag een hoogwaardigheidsbekleder, ja. Iemand met de Willemsorde. Ja, absoluut. We zijn heel blij dat ridder militaire Willemsorde Marco Kroon dat die wil komen. Die gaat de krans leggen. En tevens reikt hij de medailles uit aan de families en nog aan één Indië-veteraan. John, je bent vandaag uitgenodigd, want jouw vader is overleden. Ja. En die wordt toch postuum geëerd. Wat gaat er gebeuren? Er wordt de lezing gehouden. Er komen medailles vrij. We krijgen oorkondes en dergelijke. En ze hebben een beetje een indruk van het leven wat mijn vader had na de oorlog. Want hij was in de Japanse krijgsgevangenschap geweest, een paar keer in het ziekenhuis gelegen. Misschien had hij wel PSST, ik weet het dus niet. Dus we komen ze dadelijk veel te weten van de reden, wat ze allemaal gaan zeggen. En ook ten opzichte van de vele veteranen die ons eigenlijk de vrijheid hebben gegeven zoals we nu leven.
Ja, nou, nu maak je het heel breed, hè, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten. Maar nu zoveel jaar later, 2018, dat je vader geëerd wordt, wat doet het dan met jou als zoon? Ik denk dat heel de familie het iets moois vinden. Snap je? Dat mijn vader is al heel lang dood. En eigenlijk nu, door middel van Paul Newman en mijn zus, die heeft dat geregeld. Waardoor een heleboel dingen naar boven komen. Want we hebben er vaak zat over, weet je. En ook met de medailles, dat het een soort eer is naar mijn vader toe. En dat vind ik wel fijn. En dat gaat vandaag gebeuren? Ja. Behalve jullie, het er in de familie altijd over hebben. Ja. Nu het gewoon heel breed, dat we het er allemaal over hebben. Ja, inderdaad. Want we gaan straks ook naar de veteranen, bij het oude belastingkantoor. Dus misschien houden ze daar ook een bepaalde toespraak. Dus ik ben benieuwd. Ik vind het een spannende dag. Nou, sluit deze dag dan in je hart. Doen we. Weet wat er speelt in jouw omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine. Het veteranenreunieorkest staat inmiddels opgesteld. Ze kwamen alleen met het laag, de trom en de bastrom binnen. In het zonnetje, tussen de buien door. Dus ik denk dat we het vandaag goed droog houden. En zometeen is natuurlijk de eerste ceremonie die we gaan zien, is dat de nationale driekleur gehesen gaat worden tijdens deze herdenking in 2018. Ik wens u een waardige en respectvolle herdenking toe. Ik wil iedereen vragen voor zover mogelijk te gaan staan voor de vlagceremonie. Parade, commandant, ga uw gang. Thank you.
weet wat er speelt in jouw omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine. Nederland. Mei 45, oorlog in Europa was voorbij. Ook voor de stootroepers gingen wat veranderen. Ongeveer 2000 stootroepers namen direct ontslag. 1000 mannen tekenden als vrijwilliger een contract voor een jaar. Dat hield in dat ze alleen in Europa konden worden ingezet. En die 3000 vrijwilligers tekenden als overweer, hetgeen inhield dat ze voor een periode van 3 jaar waar ook ter wereld konden worden ingezet. Ik had voor de laatste groep gekozen. Dat ging voor mij eigenlijk toch nog niet zo gemakkelijk. Ik was minderjarig. Mijn ouders moesten de lange verbandakte tekenen. Ze zagen het echt niet zitten. Uiteindelijk hebben ze toch toegestemd. We wisten toen al dat we werden uitgezonden naar Nederlands-Indië. Japan was nog volop in oorlog en dacht nog niet aan opgeven. Mei 45 van Sonsbeck in Duitsland werden we overgeplaatst naar de Lunettenkazerne in Vught. We hebben daar korte tijd bewakingsdiensten gedaan bij het oude SS-kamp. Het 3e bataljonregiment stootroepen werd daar gevormd. Het was een licht infanteriebataljon. Organiek 801 man, onze commandant was majoor Breuren. Geen beroepsofficier, maar wel een man met jarenlange tropenervaring. Het bataljon bestond uit mensen uit het verzet en de binnenlandse strijdkrachten. We werden oorlogsvrijwilligers vernoemd. Mijn motivatie om aan deze gevaarlijke klus te gaan deelnemen was... Ik had als 14-jarige jongen in mei 1940 de inval van de Duitse troepen bij de gevechtslinies langs de Maas meegemaakt. De bezetting met al zijn ellende en in september 1945 de bevrijding. En ook toch ook wel het avontuur. Ik wilde ook heel wel graag wat van de wereld zien. Precies een jaar nadat Beb van Koten van Prins Bernhard de opdracht kreeg de stootroepen te formeren, ontvingen we het bericht dat we morgen 20 september per trein vanuit Den Bosch zullen vertrekken naar Oostende. Die avond kregen we vrij van dienst, dus het lag voor de hand dat de overgrote meerderheid van ons bataljon bij familie, meisjes, vrienden of kennissen doorbracht. Alhoewel ons verheugde op het vertrek, was de stemming toch enigszins gedrukt. Afscheid nemen doet nou eenmaal pijn. Om 10 uur had de oude bataljonscommandant in toespraak. Buiten de poort stonden al veel bezoekers te wachten die niet worden toegelaten. Om 18 uur precies wordt omhangen gecommandeerd en vertrekken te voet met volle verpakking naar het NS-station in Den Bosch. Het is al bijna donker toen we daar aankwamen, waar vooral familie, vrienden, bekenden en zeer veel meisjes stonden te wachten om afscheid te nemen. Het was een hartelijke en droevig afscheid met veel kusjes en lieve woordjes. De reportagedienst van Strijdend Nederland was aanwezig om opnames te maken voor het journaal. Onder het zingen van het volkslied vertrekt de trein richting Tilburg, de wuivende en bedroefde meisjes achterlatend. Dankjewel Theo, je hebt ons meegenomen in jouw belevenis tot aan bijna Indië. Wat er speelt in jouw omgeving.
Je kijkt naar Nieuws en Magazine. We gaan verder met het dodenappel. Sergeant van Balen. Present. Corporaal van den Berg. Present. Matroos der eerste klasse Boksman. Present. Soldaat der eerste klasse Klaassen. Present. Artillerist van Gestel. Present. Soldaat Govers. Present. Marinier van Grinsven. Present. Artillerist Hartman. Present. Soldaat van Hassel. Present. Sergeant van Hassel. Present. Soldaat der eerste klasse van der Heide. Present. Adjudant Henskens. Present. Wachtmeester van den Heuvel. Present. Soldaat Herber. Present. Korporaal Hopstaken. Present. Matroos der eerste klasse Houdijk. Present. Luitenant van Iersel. Present. Sergeant-vlieger Jansen. Present. Corporaal Kok. Present. Schrijver der eerste klasse Kooi. Present. Luitenant van de Leenput. Present. Luitenant van de Linde. Present. Matroos der eerste klasse Meesters. Present. Vlootaalmoezenier Meeuwissen. Present. Soldaat Michels. Present. Korporaal Moerkens. Present. Soldaat van Muilenkom. Present. Soldaat Oosterveld. Present. Drager Bronzen Leeuw, marinier der eerste klasse van Rikstel. Present. Corporaal van Schijndel. Present. Sergeant-majoor Sletsens. Present. Soldaat Tibos. Present. Corporaal Vink. Present. Brigadier De Voigt. Present. Soldaat van Wamel. Present. Luitenant Warmer. Present. Soldaat van den Wildenberg. Present. Opdat zij niet vergeten worden. Dan willen we nu overgaan tot het leggen van de kransen.
Ik wil vragen aan de ridder militair Willemsorde Major Kroon om samen met mevrouw van Erpmeesters en de heer Hans Jozemans de eerste krans te leggen namens de nabestaanden en de familie. De tweede krans wordt gelegd namens Stichting Oude Stomp en Veteranenontmoetingscentrum Brabant Noord door Chris Panje, Jan Valk en Theo Peters. Het volgende bloemstuk wordt gelegd door Theo Mevers en Job van den Berg namens Contact Oud-Mariniers. Het volgende bloemstuk wordt gelegd door de familie Lammers van Buren. Weet wat er speelt in jouw omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine. Zojuist hebben we in het dode appel onze gesneuvelde bossen Indië-veteranen herdacht. En het is goed. Dat we hun namen elk jaar blijven noemen in dit plechtige eerbetoon. Maar er gebeurt meer. Verbonden met onze dierbare Indië-veteranen buitelen allerlei levens en belevingen over elkaar heen. Een mengelmoes van gevoelens, emoties en gedachten. Met als begin en eindpunt de veteraan. Want onze aandacht gaat natuurlijk allereerst naar de veteranen voor wie deze dag bedoeld is. Maar door hen te gedenken trekt onvermijdelijk een bonte schakering van mensen aan ons voorbij. Al die veteranen die hebben deelgenomen aan oorlogen en vredesmissies. Tot op de dag van vandaag. En met deze veteranen zijn hun dierbare naasten meegekomen. Dit zijn de mensen die op hun geheel eigen manier de uitzending hebben meegemaakt. En in feite waren zij er altijd al bij, vanaf het begin. Eerst hebben ze het lang verwachte, maar soms ook heel plotselinge afscheid moeten doorstaan. En dit vaak meerdere keren. En dan is er dat bange afwachten of het goed gaat daarginds. Wie kent niet de brief van die moeder aan haar zoon in Indië met daarin de vermanende vraag of hij wel goed voor zichzelf zorgde en goed at daar in dat vreemde land. En nu kun je er misschien een beetje meewarig om lachen, omdat deze bezorgdheid zo ver naast de kwestie leek.
zo ver afstond van die dagelijkse realiteit van patrouillelopen, sluipschutters, bermbommen, ziekte, oververmoeidheid en verveling. En bovenal van de soms dagelijkse confrontatie met gevechtssituaties en de morele dilemma's die dit met zich meebracht. Nu spreken we over de gekwetste ziel van de veteraan. Hij of zij heeft dingen moeten doen, of juist niet mogen doen, die zijn geweten, of haar geweten, ernstig belasten. Tot op de dag van vandaag. Moral injury is hiervoor de gangbare term overgewaaid uit de VS. Ik wil iedereen van harte bedanken die hier aanwezig is geweest, of die hier niet kon zijn, maar toch in gedachten bij ons was. Ik nodig iedereen graag uit in ons veteraan ontmoetingscentrum aan de Fuik nummer 9. Aldaar zal aan twee families een postume medailleonderscheiding zijn en aan een Indië-veteraan. Dit zal plaatsvinden door onze ridder militaire Willemsorde. Rest mij mevrouw van Erpmeesters en de heer Jozemans samen met ridder Marco Kroon te vragen om het defilé te openen. Kroon, een bijzonder moment vandaag. En mijn enige vraag die ik hier nog heb is: hoe belangrijk is herdenken? Ik denk dat herdenken maakt het voor de veteranen in ieder geval duidelijk dat elk verhaal van elke veteraan hetzelfde is. En voor mijzelf de persoonlijke boodschap als ik zo kijk de gemiddelde leeftijd als jongere veteraan, is het voor mij erg belangrijk om te laten voelen en te zien dat wij één zijn. De veteraan heeft een verhaal en dat verhaal is tijdloos. En dat is met name de kameraadschap, de loyaliteit en de wil om te dienen voor Nederland. En dat is overal gelijk. En dat vind ik mooi om dat te kunnen blijven uitdragen. En vandaar dat ik hier met liefde en plezier sta. Ja, heb je zometeen een hele mooie, dierbare rol. Want je gaat zometeen mensen postuum een medaille geven. Ik hoor het, ja. Maar dat doe ik dat doet me liefde en plezier. Ik heb het wat eerder gedaan. Postuum, dat is toch wel meer eervol, vind ik zelf, als dat je iemand zelf live opspelt. Want het is met name de familie die nog steeds die band heeft met de overledene. Ja, ik vind het wel ontzettend eervol en ik ben daar ontzettend trots op dat ik dat vandaag mag doen. Weet wat er speelt in jouw omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine. Thank you.
Ik vind het een hele eer om dit vandaag te mogen doen. En dat ben ik echt serieus. De mensen die het allerhoogste op hebben gegeven. En die hebben gezorgd voor onder andere mijn eigen vrijheid. Dat zijn mijn helden. En ik ben er trots op dat ik het vandaag aan u mag geven. Dus als ik hem zo vrij mag zijn om aan u te overhandelen. Dankjewel. Of ik geef dit aan u. Dit hoort erbij. Dankjewel. Dus wat dat betreft, mijn redenering blijft hetzelfde. Dus, de helden die mij zijn voorgegaan, die zitten heel hoog. Daar komt een tijdje niks. Ja. En dan mogen wij dus nu nieuwe helden misschien een beetje ruiken. Maar dit zijn de echte helden. Dankjewel. Ja, dit is 12,5 jaar langdurige, eerlijke en trouwe dienst. Ik heb hem ook. Als onderofficier. En deze geef ik. Dit keer aan u. Oké, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. En ik kom hier nog terug. Oh, dat is de zilver. Dan ben ik van de beurt. Ja, 25 jaar. Ja. Hetzelfde. Dankjewel. Alsjeblieft. En nog één? En dan nog maar. En dan de eerste prijs. En die geef ik aan u bij. Namens onze familie is heel hartelijk bedankt. Nee, u bedankt voor de bewezen dienst en nogmaals, dat zou mij helpen. Dankjewel. 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 Ja, ik zou hetzelfde kunnen zeggen. Dat doe ik ook, misschien nog andere woorden. Maar dit zijn de mensen die. Ja, weet je, maar dit zijn de mensen die ertoe hebben geleid dat wij hier nu in vrijheid dit soort dingen kunnen doen. En daar ben ik in ieder geval als militair ontzettend trots op. Zij die mij zijn voorgegaan. En het is mijn eer om dit vandaag te mogen overhandelen. Oké. Goed het daarna. Ik geef u een hand en dan geef u de medaille. Dank u wel. Gefeliciteerd. De papieren. Ja, gelukkig deze niet postuum. Dat vind ik nog veel mooier natuurlijk. En over de helden waar ik het zojuist over sprak. De mannen en vrouwen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij nu in vrijheid kunnen leven. U bent er één van. En ik ben het echt. Dank u wel. Dank u wel voor de dienst, daar ben ik echt serieus aan. Deze wil ik wel over. Smaakt u. Dit zijn de beide horende papieren die. Die erbij horen. Weet wat er speelt in jouw omgeving. Het nieuws uit Den Bosch en omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine.